De eiwitten in ons lichaam die uit ons DNA worden gevormd, zijn verantwoordelijk voor de opname, distributie, het metabolisme en de uitscheiding van medicijnen. Omdat we allemaal onze eigen variaties in onze genen hebben, zijn we allemaal genetisch een beetje anders. Dit maakt dat we allemaal op een andere manier kunnen reageren op medicijnen. Het SLCO1B1-gen is een voorbeeld van een gen dat codeert voor een eiwit met een transportfunctie die verantwoordelijk is voor het transport van medicijnen naar de lever. In de lever worden medicijnen afgebroken tot metabolieten die gemakkelijker te elimineren zijn. Wanneer er mutaties in dit gen zijn die leiden tot de productie van een niet-functionele transporter, worden de geneesmiddelen niet naar de lever getransporteerd om te worden gemetaboliseerd en vervolgens geëlimineerd. Ze hopen zich op in het lichaam, wat tot ongewenste bijwerkingen kan leiden. We hopen dat deze video heeft geholpen en we horen graag van je als je vragen hebt.